Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vrijdagochtend, ik doe even mijn haar en dan ga ik even 30 minuutjes loslopen en wat rek- en strekoefeningen doen. En verder ga ik vandaag zo weinig mogelijk doen, want ik moet energie sparen voor morgen. Het is lekker weer vandaag. Ik heb nog wel een afspraak staan bij de nagelsalon vanmiddag. Voor het eerst in mijn leven ga ik acrylnagels zetten. Ik wil al zo graag weten, Ik wilde al zo lang weten hoe dat voelt om acrylnagels te hebben. En ja, het wordt tijd om dat eens te gaan ondervinden. Ik heb 7 kilometer losgelopen en ik heb ook nog 4 versnellingen daarbij gedaan. En nu is het weer klaar voor vandaag. Ga ik lekker genieten van dit mooie weer de hele dag. Lekker zonnetje. En nu ga ik even weer lekker eten. En dan zometeen naar de nagelsalon. Ik ben gewoon zenuwachtig voor nagelsalon. Want ik ben nog nooit naar een nagelsalon geweest. Ik heb nog nooit acrylnagels gehad. Misschien vind ik het wel verschrikkelijk. Maar het is in ieder geval een mooie tijdsbesteding om de zenuwen een beetje nog op de achtergrond te houden. Even goed herstellen. Ik ga nu nog even bezig met school. En ik heb volgens mij al, ik had al iets van de kortingscode gezegd in deze video. Oh ja, met dat. Zo, het is tijd om naar de nagelsalon te gaan. En ik krijg de deur niet op slot. De wedstrijd duurt als het goed is 16 minuten en 34 seconden. Oh, 16 minuten. Ja, 5 kilometer. Oh, 5 kilometer, 16 minuten. Ja. Echt vet mooi geworden. Goedemorgen. Goedemorgen, ik ben net wakker. Het is zaterdag. Het is de wedstrijddag. De wedstrijd is pas om 38 over 8. Dus ik moet de hele dag nog zien uit te houden. Ik ben heel erg zenuwachtig. Maar ja, dat ben ik voor elke wedstrijd. Het nadeel is dat ik nu al meer dan 2 dagen een lichte hoofdpijn heb. Omdat ik zo zenuwachtig ben. Ja. Dat is gewoon jammer, maar het hoort er nou eenmaal een beetje bij. Ik heb er wel zin in, maar ik voel ook van mezelf vooral heel veel druk. En ook wel een beetje van andere mensen. Want nadat ik die 3000 meter limiet net niet had gehaald, gaat iedereen er echt vanuit dat ik dit makkelijk ga halen. Ik zie het zelf niet zo. Ik zie het echt nog wel weer als een uitdaging. En de kans is er gewoon dat het me vandaag niet gaat lukken. Dat hou ik ook zeker in mijn achterhoofd. Maar ik heb een supergoede haas, Sarah Latti, en daar vertrouw ik volkomen op. Dus als de benen gewoon fris aanvoelen, dan is het vandaag echt wel mogelijk. Want het zonnetje schijnt en ook al zou het keihard waaien, alsnog kan het gewoon. Ik moet er gewoon in mezelf geloven. Dus dat ga ik vandaag doen. Ik kan dit. De EK-limiet is 16:35 voor onder de 20 jaar bij de vrouwen. Dat betekent dus dat ik daaronder moet lopen. Stel ik loop bijvoorbeeld 16:35 en 500ste, ik zeg maar wat, dan mag ik alsnog niet naar het EK. Dus ik moet vandaag maar één ding doen en dat is onder die 16:35 lopen. Nog even over de nagels. Het bevalt me eigenlijk best wel goed. Je moet wel even wennen met dingen oppakken en zo. En je nagels voelen nu wat zwaarder, omdat er zit natuurlijk acryl op en ook nog eens 4 lagen nagellak voor de gel. Maar als ik gewoon naar mijn nagels kijk, dan zie ik mezelf gewoon een beetje. Zo erg mooi glad is het geworden. Dus ik ben er echt heel blij mee. En ik wou dat ik dit echt altijd kon doen voor wedstrijden, want het is gewoon echt super leuk. En ik heb ook de kleur van het team gekozen, blauw met groen. Maar ja, ik ga maar één kleur doen, want ik vond blauw met groen op de nagels voor 4 weken niet echt leuk.
Maar ja, het is gewoon best wel heel erg prijzig. Dus ik zal het helaas niet om de 4 weken steeds weer kunnen vernieuwen. Maar ik ben wel echt heel erg blij dat ik het in ieder geval voor deze wedstrijd heb gedaan. Ik heb net even mijn vriend gebeld. Dat was even fijn, even op afleiding. En ik ben nu bezig met dit kaartje. Hij is af. Voor Sarah Latti, omdat ze me haast. Even een leuk kaaltje. Zo, die ga ik even naar de wedstrijd. Het is 12 uur. Het is tijd om wat te eten. Ik ga 6 boterhammen maken. Ik ga er 2 met hummus en komkommer maken. En deze tomaatje eet ik nog even lekker op. En ik ga tosti's maken met kipfilet en kaas. Ik ben even weer brood aan het smeren om mee te nemen. Ik zit op het balkon. Vandaag voor de eerste keer buiten. En het is al 4 uur. Zo leuk. We hebben altijd vogeltjes op het dak. Dit is ons balkon. Ik zit letterlijk naast het vuilnis. En de kristalklier is op. Het is 4:15. En ik maak nog even een kant-en-klare pannenkoek warm. Dan ga ik nog even wat lekker gesmolten kaas op doen. En dan ga ik mijn tas inpakken. En we rijden Oosterbeek uit. We zijn onderweg. In het verleden. Daarnaast Vera de Vries en Karin Nieuwenhuizen, die allebei voor Gelderland Loopland uitkomen. Ja, Sarah Latti die zelf al een limiet heeft voor het Olympische Spelen en dus hier gaat hazen voor de collega's. Wavelight gaat ingesteld worden op 15:10. Dat is zijn de groene lampjes en 16:30 zijn de rode lampjes. En Ellie Cash die gaat mee met dat tempo voor 15:10. En Sarah Latti zal het tweede groepje gaan leiden voor de 16:30. Ja, wij volgens mij. Moment. Nee, dat is ideaal. Wat dat betreft mogen we niet klagen. Nee, absoluut de omstandigheden niet. Kunnen niet de oorzaak zijn van een eventuele mislukte poging. Dat zal echt dan aan de vorm van de dag liggen. Hier ziet u het tweede groepje in beeld. Dus Sarah Latti, gevolgd door onder andere 2 atleten van Loopland Gelderland. Ja, Vera de Vries is daarbij. Uit Djibouti, Ahmed, 19 jaar. En ondertussen kijken we ook even naar die andere groep. Ja, dat valt wel wat ik zie er ook Tess van Randwijk. Dat gaatje is al te groot, terwijl we zo meteen richting de 1200 meter gaan. We zien hier het groepje met Vera de Vries en Karin Nieuwenhuizen van Loopland Gelderland. Gecoacht dus door Honoré Hoed. Dat absoluut. Maar dit is gewoon uitstekend werk. Terwijl we hier weer het groepje zien met Vera de Vries en Karin Nieuwenhuizen. Respect voor deze twee loopsters. Hoor. Want die doen het gewoon ook heel goed. Nou, ook die goed op de weefluit. Hè. Die staat op 16 minuten 30. Ja, ik weet dat niet wat zij precies van ambities hebben. Ja, de EK 120 limiet is 16:35. Maar dat lijkt ook heel goed te gaan. Ja, dus Vera de Vries kan dat gewoon halen inderdaad. Die loopt ook nog altijd goed mee, hè? Die is nog altijd aan het hazen. Ja,
kan natuurlijk veel sneller lopen. Hè. Die heeft een persoonlijk van 15-10 staan. Dus die had met het eerste groepje mee kunnen gaan. Maar dat is voor Vera de Vries fantastisch. Terwijl we hier nog 400 te gaan hebben. Ja. Ondertussen is Vera de Vries wel binnen hoor. Die gaat het gewoon redden wat betreft de EK-limiet. Maar... kijken nu ook naar de Vries. Ik weet niet wat de tijd is, maar ze zit ruim voor de wavelights. En zij heeft de EK-limiet. En er komen nu allerlei teamgenoten op haar af. En dat is ook heel leuk. Om... Vera de Vries is trouwens 60 geworden. Ook heel knap in 16:10:51. Ja, de EK-limiet voor de EK 120 was 16:35. Daar zit ze dus ruim 25 seconden over. Ja. Nee. Je mag vergeten, deze race was ook de limiet van Vera de Vries. Die echt al na 2-3 kilometer, of de halfwege de race, onder leiding van Sarah Lachty, die ook een Nederlands of nationaal record in Zweden heeft gelopen natuurlijk recent, op de 10 kilometer, perfect haaswerk verrichten. Ja, dat was wel fantastisch dat hij zo makkelijk mee kon lopen natuurlijk voor Vera. Dat was natuurlijk de ultieme haas op dit moment. Ja. En ik kon dat ook nog een beetje in de gaten houden. En ik zag dat ze het ook op een hele positieve manier oppakte. Sarah was echt onderweg aan het coachen met Vera. Dus dat was echt een goed duo onderweg. Ja, die heeft ook natuurlijk gewoon een prachtige prestatie geleverd. Ja, en inderdaad hier nu Vera de Vries. De limiet voor de EK onder 20 op die 5000 meter. Ik heb haar exacte tijd niet uit haar hoofd, maar ze is ruim onder die 16:30. En het zijn niet alleen meisjes, we hebben ook jongens erbij. De jongens onder 20 jaar over 1500 meter. Niels Lauwels! En we zien even kijken op de 1500 meter. Mannen onder 20, Noah Baltus 3:43. Jesse Fok. Die 3:43:16. En daar was hij ook mee ingeschreven. Ja, en de mooiste prestatie van dag vind ik zelf Diane van Ness natuurlijk. We zien daar de derde van rechts. De champagne over de roof gekregen door Robin van Riel. Ja, dit is toch een mooi beeld. Toch wel het grote talent van de Mila op dit moment. Het is 35 over 10. Ik ben nu alleen in Oosterbeek. Mijn vader heeft me afgezet. En aan de ene kant denk ik, ja, nu wil je toch vieren dat je het hebt gehaald. Maar aan de andere kant is het met andere mensen natuurlijk. Maar aan de andere kant is het wel even beter, want ik ben zo druk in mijn hoofd. En nu kan ik even rustig alles bijlangs even proberen dat ik zo meteen kan slapen. Dus ik ga even rustig alles uitpakken. Even thee zetten. Even heel goed eten en lekker douchen. En dan hopelijk kan ik zo meteen slapen. Het is nu 19 over 11. Ik moet nog douchen. Mijn haar stinkt nog naar champagne. Maar ik moest eerst even rustig... Even allemaal appjes, even op reageren, even rustig gewoon. Iedereen zijn berichtjes doorlezen, want ik kon toch nog niet slapen. Ik heb me helemaal misselijk gegeten aan chocolade en appeltaart en koekjes. En ik kan echt geen eten meer zien. Maar dat was lekker. Ha! En nu moet ik gaan douchen om nog voor 12 uur op bed. Om nog voor 12 uur op bed te komen te liggen. Goedemorgen, het is maandag. We zijn 2 dagen verder. Ik zou gisteren helemaal alleen
Het was gisteren echt een rommelige dag. Ik had eigenlijk niet geslapen. Ik denk van 2:30 tot 5. En toen daarna was ik echt meteen weer klaar wakker. En toen ben ik maar om 6:30 uit bed gegaan. En ik heb even de was gedaan, want mijn hele kleding, dat stond natuurlijk naar champagne van gisteren. En nou ja, toen heb ik maar rustig mijn dag opgestart. Even lekker los rollen met de foamroller. En toen heb ik toch maar even nog een paar kilometer losgelopen. Want mijn benen voelden wel echt zwaar. En ik dacht, als ik nu niks ga doen, dan wordt het er ook niet beter op. En inderdaad, na een paar kilometer lopen was dat beter. Toen ben ik naar de supermarkt geweest. En de jongens uit de groep van Open Gelderland waren even langs geweest om wat op te halen. En toen kwam mijn vriend. Het was ook echt super leuk dat hij speciaal hier naartoe is gereden. Want het is toch wel weer 2 uur rijden. En toen zijn we naar de stad geweest. Hebben lekker ijs gehaald en donuts. Ze zijn uit eten geweest en appeltaart gegeten. Ik heb echt een heerlijke dag gehad. Alleen ik was echt kapot. Want ik heb eigenlijk nog nooit echt een beetje bijna een hele nacht doorgehaald. En nou ja, vannacht heb ik wel goed geslapen. Maar ik werd vanochtend weer om 7 uur wakker. En meteen ben ik weer helemaal hyper. En ik merk gewoon, ik ben nog steeds niet rustig in mijn hoofd. Ik hoop dat de komende dagen beter wordt. En dat ik weer een beetje mijn slapenritme op kan pakken. Maar ik ga naar het TK. Ik ga naar Tallinn. Ik ben nog nooit verder geweest dan Portugal, Duitsland, België. Dus dit wordt echt super gaaf. Ik heb er echt heel veel zin in. En ja, het voelt gewoon, ik weet niet. Ik had natuurlijk gehoopt dat het ging lukken. Maar dat het nu ook is gelukt, is echt bizar. En gisteren heb ik nog met de krant gebeld en vandaag staat er een super mooi stuk in de krant, in de Leeuwarden Courant. Geschreven door Peter van der Meer en met een mooie foto van mij en Sarah. Het is echt super gaaf. Ik ben hier al zo lang mee bezig. Gewoon, je wil zo graag een keer gewoon eindelijk die volgende stap maken. Ik heb nog nooit goud gehaald op een NK, maar natuurlijk wel zilver en brons. Maar verder ben ik nooit echt gekomen. En nu mag ik naar een EK. Het is echt wauw. Ik heb mezelf echt volledig verbaasd. 16-10. Daar had ik van tevoren. Als je dat had gezegd. Ik had echt niet geloofd. 16-10. Ik sta gewoon derde. Om 20 aller tijden. Ik sta gewoon boven de Suzanne Krummings. Ik snap echt niet. Ik heb helemaal niks. Ik weet het niet. En daarom vraagt iedereen zich ook af van waarom kon je nou zenuwachtig zijn? Je moest 16:35 lopen en je loopt 16:10. Maar ik weet niet, ik ben gewoon ten eerste, ik ga er niet van uit dat het gewoon wel gaat lukken. Ik bedoel, als ik daar had gestaan met, oh het gaat wel lukken en ik was niet zenuwachtig geweest, dan had ik echt niet zo snel gelopen. En ik presteer steeds met wedstrijden goed, omdat ik er gewoon niet... Ik ga er niet van uit dat het vanzelfsprekend is om goed te presteren. Ook omdat ik weet hoeveel je ervoor moet doen om goed te presteren. En hardlopen is superleuk. En ik geniet er volledig van. Ik geniet ervan. Het vroeg op bed gaan vind ik niet erg. Ik geniet ervan dat ik lekker buiten kan rennen. En dat ik mag trainen. En als ik dan deze week voor de wedstrijd weinig mag trainen. Dan vind ik dat juist super moeilijk. Maar ik weet dat het mij gaat helpen. En dat kun je zien. Ik heb na dinsdag eigenlijk niet meer getraind. En dan komt het er gewoon uit. Je moet er gewoon vertrouwen in het proces. En dat is soms heel moeilijk. Zeker als je zenuwachtig bent. Ik zit voorlopig nog wel even op een roze wolk. Ik hoop dat ik wat rustiger word. Dat ik weer wat minder hyper word. Want ik voel me zo druk. En ik heb zo weinig slaap afgelopen 2 nachten. Ik weet niet meer waar ik de energie weg haal. En ik probeer maar gewoon veel te eten. En dan hopen dat ik de dag weer overleef. En ik ga het natuurlijk tussenmiddag even op bed, want anders hou ik het echt niet vol. Ik wil iedereen super bedanken voor het kijken. En ik vind het echt zo, ik voel zoveel steun van iedereen en dat vind ik zo ontzettend leuk. Maar we gaan naar het EK, we gaan naar Tallinn. En ik ga natuurlijk, als het me lukt, ga ik er filmpjes over maken. Want dat helpt ook een beetje tegen zenuwen en ik vind het leuk en ik hoop jullie ook. Dus laten we afwachten tot het juli is. En dan gaan jullie meer van me zien.